Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en dit is het weekoverzicht. Vandaag een iets andere setting, maar we gaan er weer voor. Afgelopen weekend vond op het Centraal Station het Happy Station XXL plaats. Dit was een groot Playmobil event en onze verslaggever nam er een kijkje. Kun je me uitleggen wat Happy Station XXL is? Happy Station XXL is een project van Stichting Happy. En Stichting Happy wil verbroederingsprojecten en positiviteitsprojecten doen. En wij zijn 3 jaar geleden begonnen hier op het station. En we hebben nu tegen de 65.000, 70.000 bezoekers op een jaar. En ik had nu bedacht om eens een keer goed uit te pakken na bijna 3 jaar, van 10 december is het dan 3 jaar, door het hele station te gaan doen. Daarom heten we nu voor dit project Happy Station XXL. Hebben jullie ooit zoveel Playmobil bij elkaar gezien? Nee. Spelen jullie thuis ook met Playmobil? Ja. Hebben jullie ook zoveel? Nee. Is Happy Station Breda ook anders dan andere evenementen? Ja, Happy Station is eigenlijk midden in een station. Normaal heb je vaak een hal die eigenlijk echt gevuld wordt met alleen maar rasechte Playmobil-fanaten. En waar ook heel veel Playmobil-fanaten naartoe komen. En hier in Happy Station eigenlijk lopen hier lekker heel veel gezinnetjes gewoon uit Breda in de omgeving. En dan krijg je natuurlijk ander volk, andere interesses. Wat brengt jou naar dit evenement? Nou, ik werk op de Pabo in Breda en ik heb een opdracht met Playmobil die ik met de eerste jaren ook uitvoer. Dus ik was benieuwd hoe Happy Station XL eruit zou zien. Wat maakt dit evenement zo speciaal? Dat je hier voor toch redelijk weinig geld gewoon een hele dag vermaak hebt. We hebben hier, zoals je achter mij ziet, kinderen die gewoon op speelcursus aan het fietsen zijn. Kinderen willen graag dingen doen. Ouders vinden het leuk om te kijken. En je kunt ondertussen iets kopen voor alvast voor de feestdagen of iets dergelijks. En dat maakt het uniek voor Breda. Ook het feit dat we op het station zijn. Er is nog nooit een groot evenement op het station georganiseerd zo groot als dit is. Vinden jullie Happy Station XXL leuk? Ja! Ook vond afgelopen weekend de heropening plaats van de schaatsbaan in Breda. Tevens was dit ook de aftrap van het nieuwe schaatsseizoen. 1, 2, 3, ja! Vandaag is de eerste dag dat de kunstijsbaan Breda open gaat. Ondanks de 26 graden, 27 graden die we buiten ervaren, waarbij je denkt van nou ik doe een korte broek aan, is het wel de eerste dag dat wij ijs hebben waar iedereen op kan schaatsen. Dus wij zijn heel trots. IJshockeyboarding is nieuw, binnenboarding van de 400 meter baan is nieuw. We hebben een nieuwe koffiecorner, de schaatswinkel is helemaal vernieuwd. Dus we hebben nogal wat nieuwtjes, primeurs, die we vandaag tijdens de feestelijke opening aan het publiek mogen laten zien. Dus wij zijn heel erg trots en blij. En hopen dat er een hoop mensen komen als het echt koud wordt. Laat ik voorop als wethouder sport zeggen dat ik het fantastisch vind dit. Hè? Want de reden waarom ik wethouder sport ben geworden is omdat je volgens mij gewoon gelukkig wordt van sporten. Dat het je plezier geeft, dat het je gezond houdt, dat je vriendjes, vriendinnetjes lid kennen. Maar hier achter ons zijn al die kleine jongetjes aan het ijshokje. Een fantastisch voorbeeld. En als je dan kijkt naar wat we hier gedaan hebben, de boarding hier bij de ijsbaan, de boarding hier bij het ijshockey. Dat zorgt ervoor dat zowel de ijshockey als de mensen op de 400 meterbaan tegelijkertijd kunnen sporten. Dat betekent dus 2 keer zoveel sportbewegingen dan dat er eerder waren. Hè? Want eerder moesten ze met elkaar rekening houden. Ontzettend leuk om hier te zijn. Al die activiteiten, altijd leuk om aanwezig te zijn. Maar het is ook functioneel inderdaad. Ik heb in mijn portefeuille vastgoed en ook de verduurzaming van ons vastgoed. En bij de ijsbaan hebben we in de zomer is ook hard gewerkt om het gebouw te verduurzamen. En op dat vlak gewoon heel veel te doen. En wat heeft u dan zoal hier aan verbeterpunten aangebracht? Nou, er is best veel gebeurd. Alle verlichting is vervangen door LED-verlichting. Dat scheelt heel erg veel. Er zijn zogenaamde zonnegordijnen aangebracht die er eigenlijk voor zorgen dat de zon minder goed kan schijnen op het ijs. Maar ook de binnenboarding, die we net bij de opening ook nog even hebben gezien met de mascotte Wus. Die zorgt ervoor dat het veel veiliger wordt, want mensen kunnen niet meer langs de binnenkant van de baan afschuiven. Maar hij is ook een punt van verduurzaming. Want die zorgt er eigenlijk voor dat alle koude op het ijs blijft, waardoor die ijsmachine veel minder hard hoeft te gaan werken.
Maar we hebben ook weer zonnepanelen. Ook op deze locatie zijn ook weer zonnepanelen. Afgelopen week zijn wij langs geweest bij de opening van een nieuwe hospice in Breda. Onze verslaggever nam er een kijkje. U bent vrijwilligster hier in het hospice. Wat houdt uw taak als vrijwilliger in? De taak als vrijwilliger is heel breed. Het is eigenlijk de ondersteuning van de verpleging. En zoals al bekend, zonder vrijwilligers werkt het niet. En we doen eigenlijk van alles. En we zijn echt een team. Het is niet echt van dat is jullie taak of dat is uiteraard de verpleging. Heeft wel zijn eigen taken. Maar wij mogen daar een heel eind in mee. In ondersteuning, in de zorg, in het verzorgen van ontbijtjes of ontvangst van familie. Ja. Van alles. De palliatieve zorg hier in het hospice in Breda, hoe ziet dat eruit? Nou, wij verlenen palliatief terminale zorg. Dat wil zeggen dat mensen hier naartoe komen voor de laatste 3 maanden van hun leven. En palliatieve terminale zorg gaat eigenlijk om kwaliteit van leven. Mensen zijn uitbehandeld en komen hier naartoe van de laatste levensfase. Waarbij wij heel belangrijk vinden dat mensen de eigen regie in handen blijven houden en wij eigenlijk een stukje meelopen met ze. U bent verpleegkundige hier in het hospice in Breda. Wat houdt het werk als verpleegkundige hier in? Ja, mijn werk als verpleegkundige houdt in dat ik mensen begeleid in hun laatste levensfase. En er komt als verpleegkundige komt daar veel bij kijken. Dus dan praat je eigenlijk over dat je iemand verzorgt. Dat is eigenlijk het hele simpele, ja, de lichamelijke verzorging die je op je neemt als mensen het niet meer zelf kunnen. Maar daarnaast komen ook verpleegtechnische zaken om de hoek kijken. Als het geven van medicijnen. Dat kan gewoon met behulp van tabletjes. Maar dat kan ook bijvoorbeeld met een injectie zijn of een infuusje. We zien best wel vaak de mensen het liefst thuis willen blijven om te sterven, maar dat hun naasten overbelast raken. En dan zie je vaak dat het thuis niet meer haalbaar is en mensen hier naartoe komen. Merendeel is het overbelaste mantelzorg inderdaad. En soms ook complicaties die optreden, dat mensen het niet prettig vinden meer om thuis te blijven. En eigenlijk hier naartoe komen voor onze kennis en kunde. Dinsdag vond in Strand Binnen het symposium voor kansrijk stadswater plaats. Verschillende belangrijke namen uit de waterindustrie kwamen bijeen om afspraken te maken over de toekomst. Ja, we gaan vandaag met allerlei partijen die betrokken zijn rondom de kwaliteit van stadswater in gesprek. We gaan met elkaar verkennen hoe we met elkaar beter kunnen gaan samenwerken om dus de kwaliteit van ons stadswater te verbeteren. Ja, ik heb water in mijn portefeuille, dus we vinden het heel belangrijk om bij dit soort momenten aanwezig te zijn. Op vlak van water doet de gemeente Breda ook heel veel. Want we hebben ook gewoon heel veel water in de stad. En we hebben er ook veel ambitie in op dat vlak. Bijvoorbeeld het doortrekken van de markt, maar ook het verbeteren van de waterkwaliteit. En hoe zorgt de gemeente ervoor dat de waterkwaliteit wordt verbeterd? Of dat die kwalitatief goed blijft? Ja, sowieso door een heel goed rioleringssysteem te hebben. Je wil eigenlijk zo min mogelijk afvalwater in je watersysteem hebben. Het moet allemaal goed gezuiverd worden, et cetera. Maar wat ook belangrijk is, door die grilligheid van het weer, de klimaatverandering, staat dat watersysteem ook wel weer onder druk. Dus wat we nu hebben is een project om veel meer te weten te komen van het watersysteem. Dus waar komen vervuilende stoffen vandaan? Komt dat heel erg stroomopwaarts in de markt of de A- of W-reis? Of zit dat misschien juist in de stad waarin het in ons water belandt? Dus we hebben echt de ambitie om daar meer mee te doen. Te zorgen dat waterkwaliteit verbetert. We hebben nu een project van 1,5 jaar waarin we echt de diepte in gaan. Meer info willen hebben om daarna aan de slag te gaan met allerlei maatregelen. We hebben in Nederland 21 waterschappen. En de waterschappen zorgen er eigenlijk voor dat Nederland niet onder water loopt. Dan zul je natuurlijk denken, wat is dat voor een gekke vraag. Maar de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. En ook een groot deel van de Brabantse Delta. Dat loopt eigenlijk tussen de Moerdijk en de grens met België. En wij zorgen dat er altijd goed water wordt afgevoerd. En dat er goed kwaliteitswater is. Dus dat is het belangrijkste wat het waterschap doet. En ik heb de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor het waterschap van de Brabantse Delta als dijkgraaf. Vandaag zijn er heel veel mensen, verschillende partijen aanwezig die samen willen werken om de kwaliteit van water te behouden en te verbeteren. Maar hoe kunnen wij als mens zelf hier ook aan bijdragen?
Nou ja, iedereen gebruikt water. En op dit moment doen we dat in Nederland eigenlijk nog op een hele gekke manier. Iedereen gaat één of twee keer per dag in de douche. En het warm water dat glijdt in het riool. In het kader van het klimaat wordt het heel erg belangrijk dat als we straks geen gas meer hebben, dat we die warmte opvangen. Dus het opvangen van warmte gewoon bij jou thuis, bij mij thuis. Maar ook gewoon het te warme water in de grachten in Breda. Ja, dat wordt een thema en daar gaan we het vanmiddag over hebben. Ja, ik ben gevraagd om met de groep te gaan wandelen en te gaan vertellen over mijn recente wandeling langs de gehele Maas. Ik ben begonnen in Frankrijk, waar de bron is van de Maas, naar de Noordzee. En in die 60 dagen heb ik dus heel anders het gebied ervaren, het Maasstroomgebied. En dit is een dag over stadswaterkwaliteit. En dat is een tijdelijk element in dat hele stroomgebied. Deze week zijn we weer de straat op gegaan met een dilemma voor de inwoners van Breda. Het dilemma van deze week was kort, maar krachtig. Of nooit meer muziek luisteren, of nooit meer tv kijken. Kijken wat de inwoners van Breda kiezen. Nooit meer muziek luisteren, want ik kijk heel veel series op tv. Maar zou je het dan niet vet vinden dat je dan nooit meer een leuk liedje kan luisteren? Ja, dat wel. Nooit meer tv luisteren. Of tv kijken. Hoezo? Waarom nooit meer tv luisteren? Muziek dat is gewoon, dat vind ik gewoon het leukste dat er is. Als je die twee vergelijkt. Muziek is veel te belangrijk voor mij en dat wil ik gewoon echt niet missen. Nooit meer tv kijken, want ik kijk bijna nooit tv. Dat zou voor jou niet uitmaken. Maar, dat staat er misschien niet bij, maar stel als het ook gewoon films en series en zo ook zou bevatten, zou je dan nog steeds daarvoor kiezen? Ja, want ik zing ook wel heel veel en zo, dus. Kan niet zonder muziek? Ja. Ja, nooit meer tv kijken, man. En waarom? Ja, muziek is gewoon in je leven, man. Ik heb gehoord, jij bent fan van hart wel? Nee, dat niet. En jij, wat zou jij kiezen? Ja, ook sowieso geen tv meer kijken. Want muziek, ja, dat is gewoon veel chiller dan tv kijken, vind ik. En jij? Ik ook nooit meer muziek luisteren, want ja, ik luister bijna nooit muziek, dus. Je kijkt wel veel tv? Ja. En wat kijk je dan zoal? Nickelodeon. En welk programma is je favoriete programma? Nicky, Ricky, Dickie en Dan. En als tv ook series en echt al het bewegende beeld zou bevatten? Zeg, het ook geen Netflix meer, ja, of zo. Stel dat zou je steeds dezelfde keuze maken? Ja, denk het wel. Gewoon muziek, gewoon niet zonder muziek. Ja, weet je, muziek is gewoon, dat doet wel met je gemoed. En dat is gewoon lekker. En tv, nou, ik kan ook een mooi boek lezen of spelletjes spelen. Of ik kan wel allerlei andere dingen verzinnen. Gewoon over gevoelens praten of zo. Ja, over gevoelens praten. Nou, dat kan leuk met een achtergrondmuziekje. Dus doe maar muziek. Muziek blijft. Ja. Dankjewel. Okay. Dit was weer het weekoverzicht van deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Fijn weekend. Breda Nu. Je weet het meteen.